ben heel nieuwsgierig naar deze film. Ik denk dat het een ontzettend moderne film is met heel veel knal en leuke effecten. Geldrop. Vanavond is het grote regiedebuut van acteur Thijs Reumer, Het Wapen van Geldrop, in de Stad Schouwburg in Utrecht. De film gaat over drie ontspoorde dertigers die samen een psychologische reis doormaken. Ik heb wel films al willen kijken waar Kat in speelt, maar dit is gewoon het regiedebuut van Thijs, weet je. Dat vind ik wel, nou, dat is wel heel erg bijzonder. En hij heeft ook geschreven en geregisseerd, dus het is echt Thijs' avond. Dus dat is echt helemaal te gek. Ja, ik ben heel trots op hem. Ik heb niet zo heel veel verwachtingen, en maar wel goede hoop. Tegen Geldrop, geboren TBS'er John S., staat het boek als extreem gevaarlijk. 3 jaar geleden werd hij veroordeeld tot 6 jaar in TBS voor een reeks ernstige geweldsdelicten. Ik vind het een hele bijzondere film en ik ga ervan uit dat de toeschouwer vanavond vol goede moed deze film ingaat en dat ze het over zich heen laten komen en ervan zullen genieten. Leef heel erg mee en heb nu een beetje spanning alsof ik zelf in de film zit. Ja. Wij worden elke keer heel blij als we kijken. Ik hoop dat iedereen er ongelooflijk van zal genieten. Wat premières, eigen premières betreft, alleen maar toneelpremières gewend. En dan kan je gewoon spelen. En dat is wel veel lekkerder, weet ik nu uit ervaring. Want dan kan je je energie een beetje kwijt. En ik heb nu toch 1,5 uur met samengeknepen billen gezeten. Maar ik vond het wel te gek. Zo groot en deze mooie plek met zoveel mensen. Ja, ik ben er nog niet helemaal... ben er nog even stil van, maar... te gek in ieder geval. Vader van Katja zei net tegen me, ja, er wordt te weinig gedroomd in Nederland. Thijs had het als droom en die heeft hij waargemaakt. En dat vond ik eigenlijk ook wel een heel mooi uitgangspunt. Dat de film heel veel momenten overlaat om te dromen en om zelf in te vullen. En ik vond de beelden en de stiltes, ja, dat vond ik eigenlijk heel mooi. En dat zag ik ook een andere kant van de acteurs. Dat vond ik ook ontzettend leuk. Ik vond de film erg leuk. En ik hoop dat veel mensen hem gaan bekijken, want hij is echt, ja, het is niet een doorsnee film, maar ja, het is een bijzondere film over drie mensen die zo in de knoop zitten met zichzelf en elkaar dan toch vinden. Ik vond het heel erg mooi.